Is het een gouden punt, ja of nee? Ja, natuurlijk. Elk punt uit is voor ons een gouden punt. Trouwens, elk punt is een gouden punt. Maar uit bij de kop lopen natuurlijk. Maar je komt wel weer 2-0 voor en dan toch niet winnen. Ja, vooraf teken je natuurlijk voor een punt hier bij Katwijk. Maar achteraf ben ik, ben ik natuurlijk een beetje teleurgesteld dat we die 2-0 niet vast konden houden. En toen we de 2-2 tegen kregen, hadden we in de laatste 10 minuten nog toe kunnen slaan. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat daarvoor had de wedstrijd ook andersom beslist kunnen worden. In die eerste helft valt het op dat jullie niet alleen die twee goals maken, maar ook daarnaast nog een aantal goede kansen creëren. Eigenlijk het speelplan zoals je het van tevoren uitlegde, ja, dat kwam helemaal uit. Ja, dat was zo. En in de tweede helft had dat op diezelfde manier doorgang moeten vinden. Dat was mijn volgende vraag. Je voelt hem al aankomen. Ja, maar, maar, maar we gingen op een of andere vreemde manier achteruit lopen. En dan kan je als coach natuurlijk wel heel hard schreeuwen vanaf de kant uit en aansluiten en druk. Maar ze, ze, ze gingen een beetje achteruit lopen en, uh, en dan haal je het over je heen. En uh, uiteindelijk maakte Katwijk natuurlijk verdiende, verdiend uiteindelijk nog die twee goals. Had het nog meer kunnen zijn, denk ik. En dan zie je ineens dat het weer omslaat. En dat dat wel de druk vooruit komt. En wel de drang naar voren toe. Uh, de brutaliteit er, er is. En dan kan je in de laatste tien minuten ook nog 3-2 winnen. Dat, uh, dat had gewoon gekund. Dus dat was een hele hectische wedstrijd. Uh, ja, heel mooi, denk ik, voor de mensen die, uh, die hier gekeken hebben. Zeker voor de neutrale, voor de kattekers, misschien niet. We hadden het vooraf over de sleutels in de wedstrijd, de strijd op het middenveld. Maar ook in hoeverre je de voorste mensen kon blijven bereiken. Dat was ook precies wat niet meer lukte in die eerste fase na rust. Dat eerste 20 30 minuten na rust. Heeft dat dan te maken ook met dat achteruitlopen? Of moet je dan ook misschien af en toe ja, maar eens de lange bal spelen? Nou, dat deden we dus in de eerste helft heel goed. Hè. Gewoon die bal erachter gooien. We hebben snelle mensen aan de buitenkant. En Riley is ook onderschat in zijn snelheid. En uh, door, door dat achteruitlopen uh, kwamen we daar niet, uh, niet goed meer aan toe. Ik heb ook uh, Matthijs Jesse gewisseld. Omdat ik vind dat hij vooruit niet heel, heel veel meer bracht. En uh, dan, dan uiteindelijk, uh, pas na de 2-2, ontstaat er weer zoiets van... Huh? Uh, we kunnen ook vooruit weer uh, nog wat betekenen. En ja, dan zijn we gewoon een best een aardige ploeg. Als we heel compact kunnen spelen. Uh, natuurlijk hebben we minder kwaliteit dan Katwijk. Maar dan kunnen we toch heel, heel aardig voetbal op de mat leggen. Als we maar durven vooruit te spelen. En ook vooruit durven druk te geven. En dan, dat ontbrak eraan. De laatste 7, 8 minuten kwam wat weer. Maar uh, ja, twee, twee hele goede kansen denk ik. En uh, dan hadden we 3-2 gewonnen. Maar ik weet niet of het verdiend geweest was. We zagen op een gegeven moment Nijpels warm lopen. We weten dat je twee centrale verdedigers had die al geel hadden. Je denkt natuurlijk ook aan de wedstrijd van volgende week tegen, tegen TEC. En uiteindelijk valt mij dan op: schuif je Jansen naar het middenveld en niet middenveld wel Richards? Leggen ze uit? Omdat uh, uh, Jonathan fantastisch speelde. Ik vond, hem echt, ik vond hem bij ons de beste speler. En, uh, dus die ik, blijft centrale verdediger nu gewoon? Nou ja, ik vind hem op het middenveld altijd al heel goed. En uh, hij speelde vandaag ook een uh, fantastische wedstrijd. Uh, uh, maar je mist hem op het middenveld. Uh, en, en als ik hem volgende week weer in het middenveld zet, mis ik hem achterin, denk ik. Ja, dat is uh, nou eenmaal als je een speler hebt die in vorm is en die ook heel goed is. Uh, en snel en, 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 en heel goed in de duels. Ja, dan kan je hem overal neerzetten. Ik moet nog puzzelen voor de volgende week. Uh, Sam heeft nu uh, even 20 minuten gespeeld. Speelt. Die kan de, week, de hele week weer trainen, dat is eigenlijk origineel onze centrale verdediger. Kan dat samen met Mackett? kan dat samen met Johan, voor jo Jonathan. Jonathan is een middenvelder, maar Mackett is eigenlijk van origine ook een middenvelder. Dus er, er is weer werk aan de winkel. Is uh, met het oog op die wedstrijd van volgende week, die natuurlijk heel belangrijk is, echt een degradatiekraker, het ook weer belangrijk dat je opnieuw twee keer scoort, dat je laat zien dat het scorend vermogen er nu wel is? Ja, het scoortvermogen is er sinds de winterstop. Um, ook met de komst van Riley, maar ook de buitenspelers maken goals. En, uh, en, en, we, zijn, en we zijn heel gevaarlijk. En, um, ja, tegen Tech wordt het een hele belangrijke, cruciale wedstrijd. Dat is natuurlijk een mede kandidaat tegen degradatie. Wij spelen dan thuis. En dan ligt er wat meer druk. Maar we moeten ook dan een hele brutale wedstrijd spelen. En, en op dat moment kan je, denk ik, een beslissing forceren. En, en, weg, en weglopen bij Tech, die vandaag uh, hoorde ik ook uh, een punt heeft gepakt. Dus wat dat betreft is het wel jammer. Maar als de instelling is zoals die vandaag is en de manier van spelen zoals in de eerste helft en de laatste tien minuten, dan heb ik daar alle vertrouwen in.